Dames en heren, we zijn bijna het einde van de show, maar dat kan nooit zonder onze columnist Frans Michelbreen. Het is jammer dat ik hem al klaar heb. Dory. Al seizoenen al mijn best gedaan en op het eind vergeet het je gewoon. Goedemiddag. Ik heb hem getiteld, we doen het anders. Voor vanmiddag. Beste mensen, het is zondag 19 februari. Er hangt weemoed in de lucht. Achterhoekers houden niet van tradities die verdwijnen. Vinden wij iets leuk, dan doen we jaar in jaar, jaar in jaar, tot de achterhoekers erbij neervallen. De laatste piment. Het gaat anders. Alles gaat anders. Met Petra van de radio, van het programma Spitsuur van BNR. Een geweldig, sensationeel programma. Politiek tot op het bord. Alleen, dat kunnen wij hier nooit ontvangen. Wij achterhoekers luisteren naar Duitse slagers. Volgens Tante Wauke hier dan, hè? We zijn ook gek van carnavalsmuziek. Het had maar even gescheeld of de hele zaal was in Polonaise gegaan door de RTL-disketten. Maar ook serieus, met boze tweets over GroenLinks van Om Jeroen. Om Jeroen is pissig op GroenLinks, drie petten op in de stormstand. Ruig en ontwrichtend, met miljarden credit voor Griekenland en debit voor Cuba en Argentinië. Kijk, dat soort dingen weer de penningmeester. Ik denk die Om Jeroen zou een goede penningmeester zijn voor onze carnavalsvereniging. En ik denk, laat Om Jeroen dan ook maar het bestuur van de carnavalsvereniging regelen. Want Om Jeroen zegt gewoon wie er wel en wie er niet in het bestuur mag. Nou, dat durven wij achterhoekers niet. Wij zitten jaren tegen dezelfde lul als voorzitter aan te kijken. En toen de kloof tussen de periferie en de stad. Want er zou vergrijzing zijn in gebieden zoals dit. En ik kijk de zaal in. Ik denk waar meneer van de statistiek dat vandaan heeft. En ook een scheiding van hoogopgeleide en laagopgeleide. En ik kijk de zaal weer eens in. Ik denk, hier zit toch gemiddeld ULO en ambachtschool. En toen ging het over de Achterhoek en de problemen. Dat onze melkveehouders niet eens met de koeien kunnen bellen. En ZZP'ers in Meadow kunnen niet op LinkedIn. Dat gaat je toekomst. En Kluun is gevlucht uit Brabant. En terecht denkt ze al, Brabant. En Kluun wil ook nooit meer terug naar Tilburg. En dat slappen we hier met z'n allen heel goed. Wij gaan ook graag een dagje naar Amsterdam. Maar er is nog nooit, ook maar één Achterhoeker, een dagje naar Tilburg geweest. Echt niet, never, nooit. Wat moet je in Tilburg? En volgens meneer van de statistiek moet deze regio weer naar school. En vooral de ZZP'ers. Ik denk dat klopt. Verleden week mijn wasmachine laten repareren door zo'n ZZP'er. Ik denk, doet het nog steeds niet. En deze regio moet de jongeren vasthouden. En ik kijk de zaal in en ik denk, welke jongeren? Ik zie hier geen leuk jong intiem stel dat in het jongerenhotel echt even met z'n tweeën wil vuiven. En dat het in Amsterdam zo geweldig zou zijn. Nou, je hebt de souvenirwinkels en kaaswinkels. En souvenirwinkels en kaaswinkels. Friet en souvenirwinkels. Straten vol Airbnbs. Een kamerwoning kost dan net zoveel als een landhuis hier. Ik denk nog even. En Amsterdam trekt gillend weer deze kant op. Als je het hebt over hoogopgeleide en laagopgeleide, ja, wie is hier niet dom om daar te wonen? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat je zelfs in Tilburg nog beter af bent. En over de boze witte man, dat ben ik ook. Hoe vaak ik niet mijn tenen eens ergens tegenaan knal en dan een dansje door de woonkamer met op één been met de tenen in mijn mond. En dat maakt je niet uit of je hoog of laag opgeleid bent, dat doet gewoon zeer. Trouwens, over het wereldbeeld van jongeren kunnen we ons hier, hoeven we ons hier geen zorgen te maken. Wij hebben dus geen jongeren. En om 15:58 hadden we een scoop, het basisinkomen voor de uitzichtloze situatie en komen de tweets binnen. Orion wint de Vaderlandse volleybalbeker. Doesburg heeft nog steeds geen water. Ja, ja. Te Borg staat helaas met een rust met 2-1 achter. En Klaassen is vandaag de held van Ajax. Soms something inside too strong. Soms gaat alles anders. Als je thuis komt van Afghanistan,
dat het leven een hele andere kant op gaat met je. Want in Afghanistan is het vreselijk. Een hele zaal en de achterhoekers knikken. Daar is het echt een hel als ze horen dat er helemaal niets gedronken wordt. Erik, die grote stoere kerel van buiten en met elke dag de oorlog van binnen. Oorlogsbeelden waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. De warzone waar je tussen zit en bij je draagt, waar je niet uitkomt. Waar je maar mee moet dealen. Een hele zware rugzak waar je vanaf wilt. En Kluun heeft ook een rugzak. Tilburg. De leuke lul uit Tilburg. En Armin Dijsselbloem uit Brussel, samen naar de dance, chillen in een huurhuis op Ibiza. Hier is het leuk, maar nooit met Fips. En de Achterhoek denkt, ja, dat is ook nooit. Wij in de Achterhoek hebben geen Fips. Hier hebben we alleen Nico Schut als Fip. Dat is mijn neef. En op Ibiza kost een drankje 25 euro. 25 euro. En door de zaal gaat oeh. Dan kopen we hier een krat bier voor. Nee, geef ons de Duitse slagers maar. En toen nam de generaal het over. Een ode voor mevrouw Wauke. Terecht. Halleluja. We zijn er. Mevrouw Wauke, dit was het dan. De laatste woorden. Piment is over enkele ogenblikken geschiedenis en dat doet zeer. We konden hier zo gezellig een petje neulen, een petje drammen en vooral met z'n allen lachen. Een mooie traditie gebroken. 17 pennen heb ik leeggeschreven en de vele, vele onleesbare vellen papier staan ter beschikking voor uw memoires. Een columnist meldt zich af voor trouwe dienst. Op naar nieuwe uitdagingen. En mevrouw Bouke, ik wens u een geweldige carrière. Talentvolle jongeren verlaten vaker de periferie. Om carrière te maken in de stad. En het zal me niet verbazen als u ooit nog eens een plekje vindt in de parlementaire journalistiek van Nederland. Ik denk dat u daar best een kansje zou kunnen maken, mevrouw Bouke. En nu met z'n allen naar de kantine van Geetje van Hals. Dames en heren, het was me een groot genoegen. Ik ben blij dat ik op het eind niet vergeten ben. En ik zal zeggen, drank!